Voor de derde keer, ik hou niks achter. Dus na die ruzie die jij je amper kan herinneren en die paar vervelende uurtjes in de cel, was het wat jou betreft klaar? Ja. Ja, zo ben ik. Ik kijk vooruit, niet achterom. Dus dat jij GHB en het drankje hebt gedaan, staat er helemaal los van. Als jij dat allemaal al weet, waarom vraag je het dan nog? Ik wil het van jou horen. Ja, ik was kwaad en ik wilde haar terugpakken. Dat was stom. Als ik nou beloof dat ik het nooit meer doe, maak ik dan nog een kans? En toen? Toen belandde George in het ziekenhuis, spijt, ellende, etcetera, etcetera, viel zelfmoord aan. En Eisen? Ik kreeg al een taakstraf, dus wat kon zij verder doen? Zeg jij het maar. Heeft ze je bedreigd? Nee. Ben je bang voor Eisen? Is ze bij je langs geweest? Nee, ze komt wel eens in dansatoria en dan zeggen we gewoon heel normaal hallo tegen elkaar. En waarom word je dan zo ongemakkelijk van dit gesprek? Ja, wat denk je nou zelf? We laten het hierbij voor vandaag. Ik heb zo'n volgende afspraak. En mocht je opeens allerlei dingen te binnen schieten? Ik heb jouw nummer. Maar je mag me ook altijd bellen.